Dames en heren, Josh Welling van Future Profs hier. Het is zover. Eindelijk, voor het eerst, nog nooit eerder vertoond. Er zijn koningspitons eieren worden nu gelegd hier. Dus daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Ik ben maar alleen, Kim die is ook al werk, dus vandaar dat ik even mezelf heel mooi film. Het is een vrouwtje uit 2009, we hebben haar Yellow genoemd. Het is een importdiertje die heel erg geel was toen we er kregen. En eigenlijk nog steeds wel best geel is. En we hadden namelijk ook Red uit 2009. Die kwam tegelijkertijd. Hadden we Red en Yellow van de M&M's. Ze was net haar derde ei aan het uitpersen. Ik had hier een mooi bakje met vermiculiet met spachnemos. Maar daar had mevrouw geen zin in. Om daarin te leggen. Het derde ei is er nu aan het uitkomen. Daar zit zeker nog meer in. Oh, ze wordt boos. Ik ga gauw dit ene ei wat loslichter sowieso uithalen, dat ze die niet om kan rollen. Maar misschien ook leuk. Ja, sorry Yellow, sorry. Eigenlijk niet goed nu om te filmen en je beesten te storen tegelijkertijd. Maar ik was zo blij. Ik had Kim al gebeld, die was natuurlijk ook blij. Ik zal even een soort setupje laten zien hoe ik de eieren ga uitbroeden. Het is mijn eerste keer, dus er is vast van alles op aan te merken. Maar we hebben een curvertje van 40, 30, 20 of iets in die trant. Even met mijn andere hand filmen. Zo. En we hebben hier een mix van perliet en vermiculiet. Nog gewoon droog, dus dat is gewoon los gemixt. Zo gaan we. Het stort altijd wel als de pest, dus vooral de perliet. Dus mocht je astma hebben en perliet willen gaan gebruiken, dan zou ik dat niet doen. Of in ieder geval iets van een maskertje opzetten. Zo, even kijken of we hier genoeg aan hebben. Oh, waarschijnlijk wel. Ja, een beetje erbij. Zo. Zo, nou. Ik ga hem meteen laten zien, want ik krijg best wel vaak de vraag. Joshua, hoe mix jij je vermiculiet en je perliet met water? Mijn excuses voor het gehoest. Ik heb er eigenlijk geen hele mooie standaard voor. Sommige mensen zeggen nou 1 deel water op 1 deel vermiculiet qua gewicht. Of sommigen zeggen 1 op 5 qua volume. Ik doe het altijd een beetje op de tast. Gebruik ik wel warm water. Ik heb nooit zo'n grote bak in één keer klaar hoeven maken. Voor de rattenslag heb ik natuurlijk kleinere bakjes. Maar de bak wat warm wordt. En ook geen chique dingen. Kijk, een ouderwetse plastic beker. Het doet al wonderen. En gewoon. Oh, dat is al heel heet. Zo, dat brandt in mijn vingers direct af. Ja, kijk, dat giet ik er gewoon zo een beetje in. Ik denk er nog een beetje erbij, kan zeker niet kwaad. Oh, dan vergeet ik alleen mijn deksel. Sorry YouTube, ik heb een niet voorbereide video. Gewoon mijn camera gepakt en beginnen met filmen. Om te husselen, zeker nou ik maar één hand heb, doe ik eventjes deksel erop. En we gaan even ouderwets husselen. Je kunt het natuurlijk ook zonder deksel doen, gewoon met je handen, maar dan zit en heel je handen onder. En als ik dit nu doe met een camera ook in mijn hand, dan weet ik gegarandeerd dat heel de badkamer onder zit. En rara wie dat dan weer moet uitschoonmaken en zo. Kijk. Nou, je hebt nu, ja, dat is natuurlijk niet te zien, maar het is nu. Het dampt echt een beetje. Het voelt vochtig aan als ik erin knijp. Ja, er komt geen water of zo uit, maar het blijft wel een beetje een brokje. Dus dit is een redelijk goede mix. Kijk, ik knijp erin. Er komt geen water uit, hè, want als er echt water uitkomt, dan is het eigenlijk te nat. Maar als je het dan loslaat, blijft het wel een mooi bolletje. Waar ook wel natuurlijk weer uit elkaar valt. Maar. Dus dat is een beetje mijn geheim van de dag. Voor een goede verhouding water en broedsubstraat. Ik gebruik zelf vermiculiet en perliet gemixt. Sinds vorig jaar mee gestart en bevalt eigenlijk wel goed. Maar ik heb ook echt letterlijk honderden gutators uitgebroed met alleen maar vermiculiet. Dus dat gaat ook zeker goed. Ja, de koningspitons is natuurlijk weer een beetje een ander verhaal. Maar ik ga gewoon lekker mijn eigen verzonnen mix weer proberen. Nou, misschien ook leuk. Noemen we er een combinatievideo van. We gaan de trap op. Want we hebben namelijk de rattenslangen. Die hoeven maar op een graad of 28. En de koningspitons een stukje warmer. Dus we hebben hier op zolder. Even kijken van afstandje. Een koningspitonbroedstoof.
Zelf gemaakt met mooie poster erop met alle morfs. Zitten niet heel ingenieus. Gewoon bij de bouwmarkt gehaald. Nee, je ziet hier al piepschuim zitten in de deur. Kijk, een mooi handvaatje. Nou, en zo ziet die stover dan uit. Nou ja, ik heb dit er even ingezet. Lampje. Ja, kijk, het lampje doet een keer iets. Dit zit er even in. Dus dat iets, er moet eigenlijk nog een soort plateautjes in. Maar ja, onze grote vriend Giel zou dat regelen. Maar Giel heeft het een beetje druk gehad. Sensor van de thermostaat een beetje halverwege. Warmtekabels gezichtzacht. Zat hij eigenlijk helemaal van boven naar beneden. Mooi verwarmd horen. En kunnen we dan zien een ventilatortje. Die de lucht lekker naar beneden gaat blazen, hopelijk de warme lucht. Nou, verder is het dus gemaakt van... lampje weer uit. Dit is 18 mm meubelplaat, 2 cm piepschuim en dan 6 mm MDF. Om het een beetje glad te maken en makkelijker te bewerken van binnen. Dus zo ziet de broedstover uit waar straks de eieren ingaan. En we hebben hier natuurlijk boven ook nog... Het nieuwe slangenkamergedeelte. Moet meteen kijken. Oh kijk, er staat een strijkplank in de weg. Ook straks alles gesproeid, dus ja, het is niet zo heel duidelijk. Maar hier een terrarium voor de Elaphe bimaculata. Die waarschijnlijk hier in dit stronkje verscholen zit. We hebben hier twee Goniosoma oxycephala. Oxycephalum. Oh, een keer op een ander plekje zitten als gewoonlijk. Ja, daar zou ik hier ergens iets groens verstopt zitten. Laat je dat even zien. Daar, een staartje. Een heel staartje. Er zitten er echt twee in, maar ja, het is een bak van 50 meter en het zijn ook baby's. Dus. We hebben hier een van de nieuwste aanwinsten ook. Philodrias baroni. Ook in een mooie grote, leuk ingerichte bak. Ik vind het echt wel leuk om ook naast de curvers die ik natuurlijk ook heb, om echt weer terrariums in te richten. En met, ja, zo met wat natuurlijker bezig te zijn, zeg maar. Dus dit is de hobbyzolder, als het ware. Dus nou, we gaan eens even het ene slechte, of slecht het goede ei, maar wat er langs Yellow lag, gaan we even weghalen. En daar ga ik even zonder camera doen, voordat alles omrolt en zo. Dus we zien jullie in de volgende aflevering weer. Nou, dit is het resultaat. Het is inmiddels avond en Kim en ik waren weer thuis. Dus de vrouw Yellow die was klaar met leggen. Dus het zijn 7 mooie grote eieren geworden. Nou ja, kijk, zo liggen ze met z'n allen mooi in het curvertje wat jullie straks al hebben gezien hoe ik dat klaarmaakte. Gaan we even niet schrikken, jongens. Kijk, ik ben er nog. Schrik niet. Maar even laten zien hoe mooi een bevrucht ei eruit ziet. Hier zie je, hey, gewoon dit is een simpel zaklampje met allerlei ledjes. Kijk, en dan zie je, ik ook op in kan zoomen. Je ziet hier de adertjes letterlijk lopen. Dus het is niet alleen een kwestie van, een ei moet er mooi wit uitzien, maar het moet ook nog echt bevrucht zijn. Het is wat moeilijker te zien, maar je ziet het wel. Moeilijk met twee handen. Kijk, deze ook. Dus. Mocht je nou twijfelen als je ooit eieren hebt, hè, of het een goed ei is of niet. Zet er een simpel zaklampje op. Het hoeft helemaal niks... dit is ook een heel mooi voorbeeld. Het hoeft helemaal niks spannends te zijn. Qua zaklamp. Gewoon... sorry, even wat licht maken. Kijk. Gewoon een ledlampje. Dat is alles. Dus nou, deze eitjes die gaan in de broedstoof. Die hebben jullie natuurlijk net ook al gezien. Dus nou is het ongeveer 55 of 60 dagen wachten. En dan zullen we eens kijken hoeveel gele pinstripes eruit komen.